Welkom bij Rotterdam Onderweg, het bereikbaarheidsjournaal van Rotterdam en omgeving. Deze week kijken we naar... In Delfshaven zijn de Schiedamse weg en de grote visserijstraat deels dicht. Wegversmalling op de Koenmoelijnweg bij de Kuip. De A20 gaat één nacht dicht tussen Moordrecht en Gouda. En één nacht in beide richtingen bij het Kleinpolderplein. In Delfshaven wordt aan de warmteleiding gewerkt. Hierdoor is de Schiedamse weg richting het Marconiplein dicht voor al het verkeer ter hoogte van de kruisweg met de Grote Visserijstraat. De Grote Visserijstraat zelf is in beide richtingen dicht tussen de Schiedamse weg en de Gijsingstraat. Met de auto rij je om via de Spanjaardstraat en de Vierhavenstraat. Fietsers rijden om via de Gijsingstraat en de Grote Visserijstraat. De afsluitingen zijn tot en met vrijdag 26 november. Ga naar rotterdamonderweg.nl/Schiedamseweg voor meer informatie. In Rotterdam-Zuid worden werkzaamheden uitgevoerd voor de nieuwe woonwijk op Varkenoord. Tot en met vrijdag 26 november zijn er op de Koenmoelijnweg ter hoogte van de Kuip richting de Stadionrotonde minder rijstroken beschikbaar. Voor autoverkeer blijven alle rijrichtingen bereikbaar. Het kan wel drukker zijn dan normaal. Bij voetbalwedstrijden in de Kuip wordt de wegversmalling tijdelijk opgeheven. Het fietspad richting de Stadionrotonde is afgesloten. Fietsers worden over de rijbaan geleid. Kijk voor meer informatie op rotterdamonderweg.nl/Moelijnweg. De A20 richting Gouda is deze week één nacht dicht tussen Moordrecht en Gouda vanwege werkzaamheden aan het asfalt. De afsluiting is van woensdag 10 november 10 uur 's avonds tot donderdag 11 november 5 uur 's ochtends. Je kunt omrijden via de N457 en N451. Meer informatie vind je op rotterdamonderweg.nl/A20. Bij het Kleinpolderplein wordt deze week op de A20 ook 's nachts aan het asfalt gewerkt. Hierdoor is de A20 van donderdag 11 op vrijdag 12 november in beide richtingen 's nachts dicht. Vanaf de rotonde onder het Kleinpolderplein is ook de toerit naar de A20 richting Gouda afgesloten. Het verkeer rijdt om via de A13 en af en toerit 11 Berkel en Rode Reis. Richting Hoek van Holland begint de afsluiting om 9 uur 's avonds en richting Gouda om 10 uur 's avonds. De afsluitingen duren tot 5 uur 's ochtends. Op rotterdamonderweg.nl/A20 vind je meer informatie. Wil je weten hoe je er komt? Volg ons via Facebook en Twitter en kijk op onze website rotterdamonderweg.nl. Dit was Rotterdam Onderweg. Tot volgende week.